De Nationale Assemblee gaat zich morgen buigen over de wet beschermde dorpsgebieden. Deze wet moet de uitgifte van concessies in het binnenland aan banden leggen. Het parlement wil hiermee de vermeende uitgifte van concessies in de woon- en leefgebieden van Marrons en Inheemsen voorkomen. De commissie die de wet voorbereidt, heeft gisteren samen met de initiatiefnemers en enkele ministers gesproken over dit wetvoorstel. Commissievoorzitter Grace Wattamaleo wees erop dat de concessies niet altijd volgens de juiste procedures plaatsvinden. Op verschillende manieren worden wij geconfronteerd met het wel of niet rechtmatig verstrekken van gronden en titels op de gronden. Voorzitter, zo hebben Inheemse en andere in stamverband levende Surinamers petities ingediend bij de Nationale Assemblee omdat hun rechten op het stuk grondgebied waar zij wonen geschonden zijn. In sommige gevallen worden er meerdere petities ingediend door dezezelfde mensen gedurende een aantal jaren, zonder dat er naar tevredenheid een antwoord gegeven kan worden aan deze groep Surinamers. Het gaat erom, voorzitter, dat Inheemse en andere in stamverband levende Surinamers zekerheid willen hebben. Zekerheid op de grond waar ze wonen en zekerheid voor de toekomst. Voor hun en hun nageslacht. Het assembleelid Patricia Etnel, lid van de commissie van rapporteurs, merkt op dat eerdere wetten geen verandering hebben gebracht in dit vraagstuk. Ze benadrukte daarom dat deze wet niet slechts een papieren tijger moet zijn. De vraag die hierbij gesteld kan worden is, zal deze wijziging in de wet de daadwerkelijke verbetering brengen of zal het toch weer een zoveelste papieren tijger worden? Het antwoord op deze vraag zal niet kort of lang zijn. Het antwoord zal een week op call moeten zijn voor de leiders die er nu zijn en die er komen zullen. Laat mij alvast beginnen om te stellen dat de staatsinrichting van Suriname niet alleen evaluatie behoeft, maar een diepgaande en grondige verandering. Het zal in deze niet afhankelijk zijn van het maken van wetten, maar het allerbelangrijkste is het scholen van zij die leiders wensen te worden en denken te zijn anno 2017. Leiders zouden aan de hand van het reeds bestaande een blauwdruk, een whitepaper moeten hebben hoe de staatsinrichting van Suriname daadwerkelijk om te buigen en zo duidelijk mogelijk en direct te brengen naar het volk. Commissielid Patricia Etnel gisteren tijdens de openbare commissievergadering van de wet beschermde dorpsgebieden. Dit wetsvoorstel wordt morgen behandeld in het parlement. Indien het wordt goedgekeurd, hebben Marrons en Inheemsen meer zekerheid op hun woongebieden.